een video gemaakt over onze favoriete meisjes. Omdat ze gewoon fucking nice zijn. Op dit moment zijn er in België twee dingen die fucking veel aandacht trekken. Je hebt zo het verhaal van een volwassen guy, Bart de Pauw, die redelijk bekend is en hij wordt zo beschuldigd van stalking en seksueel. Iets raar. Anonieme meldingen voor ik met mijn medewerkers omga. SMS-verkeer met flirterige toon. Aan de andere kant heb je dus die zegbies, die meisjes zijn van 14 en ze slaan andere meisjes in elkaar. Ze filmen die shit. Ik moest kiezen tussen die twee dingen. Over wat zou ik een video maken? Makkelijke keuze. Ik ben weer geïnteresseerd in 14-jarige meisjes die elkaar op hun bek slaan. Ik had al mijn video's die ik op YouTube had gezet, ook op Facebook gezet. En doordat ik die op Facebook heb gezet, zijn die binnen België toch wel redelijk viral gegaan. Met zo'n 30.000 views op Facebook, wat fucking veel is. Punt is dat je op Facebook altijd mensen gaat bereiken die je helemaal niet wil bereiken. Omdat je video gewoon terechtkomt bij mensen die niet eens weten wat de fuck YouTube is. En dan krijg je reacties van rare mensen. Zo heb ik reacties gekregen op mijn video van fucking volwassen mensen die het niet begrijpen, denk ik. Door ouders die zeggen dat ik echt fucked up ben. Door mensen die beweren dat ze vrienden zijn van de zebbies. En er is gewoon een hele beef ontstaan. Onder mijn beef. Onder mijn video's van de zebbies is er gewoon beef ontstaan op Facebook. Mensen die elkaar zitten te bedreigen en zo. Die elkaar willen in elkaar slaan. Die afspreken met elkaar om, ik weet het niet, om elkaar te kletsen. Het is allemaal fucking nice. Thanks daarvoor. Dus blijf die shit zeker doen als jij zo'n keyboard warrior bent. Die op Facebook graag ruzie maakt met mensen die je niet kent. Doe die shit. Onthoud alleen wel dat je ruzie aan het maken bent met iemand dat je niet kent. Je bent ruzie aan het maken met iemand die... ja. Verspel je tijd daar niet aan, snap je? Doe iets anders. Investeer in aandelen of zo van these games. Het enige probleem is dat ik heel veel werk ga hebben om jullie dingen uit te leggen, want er is allemaal in echt fucked up dialect geschreven. Het meeste is in het West-Vlaams, dus dat is nog eens het fucked upste accent van allemaal. Laten we dan beginnen. Ik heb ook een nieuwe aankoop gedaan. Got these Apple earpods. Yes, boys, we got them. So, without further ado, let's get straight into the video. De video die ik op Facebook had gezet was deze. Die hebben jullie ook wel gezien als jullie de video van gisteren hebben gezien. Maar de comments, wauw. Wauw. Wow. Ik heb in heel mijn leven nog nooit zoiets meegemaakt op YouTube dat mensen deze shit onder mijn video's zetten. Er is echt gewoon een ander level van intelligentie. Er is een andere taal spreken binnen Nederland, snap je? Als er Hollandezen naar deze video aan het kijken zijn, jullie gaan hier echt geen fok van verstaan. En de rest van België ook niet, maar ik ga het proberen uit te leggen, oké? Ik challenge mensen die niet uit West-Vlaanderen komen om dit te proberen lezen en er iets proberen uit te halen, want dat lukt toch niet. What the fuck? Putain, ho. Allemaal jullie kankerbek. Die meisjes zijn kankerlief als je ze kent. Allee, in real dan. Oké, okay. Makkelijk. Weten dat gulder allemaal fucking vuil. Doe hier eet tegen dat ze kei op hun bek gaan kloppen. Dan ga je voor minder, hè. Aight, dat komt erop neer dat je gewoon je bek moet houden als je het niet kent. En als je ze wel kent, dan weet je dat ze toch op je bek slaan als je... Standaard zegbi Nederlands volgens mij. Gast... Xoen jullie allemaal tezamen willen datsen geven. Die meisjes voelen hun er ook niet goed in nu. Hier zegt ze dat ze ons allemaal wil datsen geven. Dat is slaan, denk ik. En het komt erop neer dat de zegbies zeggen nu ook niet goed voelen. Allee, die dat ik toch ken. Oké, het probleem nu is dat het meisje haar comment heeft verwijderd. En ik heb een opname staan, maar daar heb ik niet op meer weergeven geklikt. Dus... Ja, haar comment is nu weg. Dus ik, fuck, maar ja, fuck. Hier geeft ze dus toe dat ze er een paar van de zegbies kent. Link me up, girl. I wanna chill with the zegbies. Volgens mij zijn ze echt chillen. Wijven, ik heb... Peisje dat plezant is misschien al heel België aan me kei tegen je is. Dus hier zegt ze, denk je dat het leuk is als heel België ineens tegen je is? En snap je, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Als je ervoor kiest om als 14-jarig meisje zo... Dat hebben ze zelf veroorzaakt, snap je? Als je op zo'n jonge leeftijd denkt van fuck, we gaan hier even die GTA lifestyle doen en gewoon mensen elkaar slaan en stoer doen en zwanger zijn op 14. Snap je? België is zo'n land waar als je zo'n shit doet... Voor een keer daar iets van drama is in België. We zouden blij moeten zijn. De zegbies zijn fucking chill. Blijf doen wat jullie doen. Blijf origineel. Zandzinder ook niet gepijst dat dat zo ging uitdraaien, hè? What the fuck? Zoals ik al zei, er is gewoon een andere taal. West-Vlaams is gewoon een andere taal. Dat is fucked up. Dus hier zegt ze dat de meisjes ook niet hadden gedacht dat het zo ging exploderen. Je bent echt achterlijk als je zoiets niet ziet aankomen. Had jij het zien aankomen? Nee, inderdaad. Jij wist het ook. Jij had het ook zien aankomen.
Ja. Kijk, als je zo'n shit doet en dan zeg je dat er niks gaat gebeuren, sowieso wel. In zo'n landje als België, sowieso. In België weet iedereen alles van elkaar. En als je dan als fucking jonge mensjes zo'n fucked up shit gaat doen, ja, dan explodeert het sowieso. Ze hadden het wel kunnen zien aankomen. Misschien niet, omdat ze zo fucking achterlijk zijn. Dat kan het wel, maar oké. Wat gaan ze dan niks op Lupo Gang of Yazuka's of Hyena's of ik weet niet wat nog allemaal zeggen? Afu. Die andere namen die schrijft, dat zijn volgens mij ook gangs in België. Lupo Gang, Yazuka's, Hyena's, Zebbies. De Zebbies zijn wel het bekendste geworden, snap je? Ze zijn meisjes, ze zijn fucking jong. Eén ervan is zwanger. Ze hebben geen diploma, want ze zijn fucking 14. Weet je wat ik deed toen ik 14 was? Dat was het enige wat ik deed, snap je? Ik vind niet dat we medelijden moeten tonen met de Zebbies zelf. Ik vind dat we medelijden moeten tonen met de ouders. Die zijn echt gefailed, maar echt op een enorm fucking groot level. Je kan een slechte ouder zijn, maar je kan het ook gewoon opfokken en dan gebeurt dit. Heb je eerste klas kinderen. Ik weet niet hoe die ouders die kinderen hebben opgevoed, maar het is niet de juiste manier, snap je? Het is... Ik zou ouderschap ontnemen van die mensen. Dat is fucked up. En dit bericht heeft 19 antwoorden van mensen die het waarschijnlijk fucking grappig vinden, zoals mij. De dokter schreef me net een chemokuur van 5 jaar achter het lezen van dit leuke berichtje. Er is net een nieuw niveau van kanker ontstaan dat ik heb gekregen door haar reactie te lezen. Het is West-Vlaams en de manier waarop zij het schrijft, het is Zebby, snap je? En dan heb je allemaal mensen die gewoon ruzie zoeken met deze mensen. Is het wannabe Marokkaans of West-Vlaams? Kijk, het is Marokkaans gemengd met West-Vlaams door de most white girl ever. Ik ga dit meisje niet exposen, want hij is zielig. Dit is echt gewoon de most basic ass white girl die er bestaat. Maar ik ga daar niet op haten. Het is gewoon grappig dat zo'n meisje dat zo praat. Je komt uit België. Dan kan je zo goed Nederlands spreken. Dan moet je niet woorden gebruiken. Maar daar stopt het niet bij. Als je zou denken dat ze één dikke comment heeft gezet waarin ze iedereen helemaal kapot roast. Nee. Ewa. Ewa boys. Ewa. Wat de kanker. Beter zwijgen jullie allemaal. Weet je het? Vraagteken. Moest je die mensen pers... Ken zoei voor minder. Dus beter mond toe. Omgekeerd, smiley. Standaard Nederlands. Dit is de reden waarom dialecten afgeschaft moeten worden, maar toch tegelijk ook geweldig zijn. Wat is er beter dan dit? Ewa, WTK, beter zwijgen. Kijk, ik weet nu wat het betekent, omdat ik ook in West-Vlaanderen woon, maar... WTK betekent dus wat de kanker. Het is een stoerdere versie van zeggen what the fuck. Zoals ik al zei, waren er ook mensen van een te hoge leeftijdscategorie die reageerden op mijn berichten. Zo zegt Heidi de Pauw. De jeugd zou zich beter met andere dingen bezighouden. Punt. Krapuels, duivel emoticon. Bedankt, Heidi. Mooie foto. Merci. I love it. Zoals jullie ook duidelijk kunnen zien, beeft België nog altijd voor de Zebbies. Ik bedoel, ze hebben België volledig in hun hand. Het incident met Bart de Pauw is niks vergelijken met de Zebbies. De Zebbies die moeten springen om iemand te kunnen slaan. Als je in de lach moest springen om iemand te kunnen slaan, dan ja. Er waren ook weer heel veel volwassenen die reageerden op mijn video. Dat allemaal buitenlandse meisjes waren. En dan zeiden ze weer allemaal van die typische racistische Belgische dingen. Zet ze het land uit. Fuck die buitenlanders. Kijk, de Zebbies zijn geen buitenlanders. Ze zijn 800% volbloedse Belgen die denken dat ze, weet ik veel, uit een ander land komen en ze praten zoals men. Nee, ze zijn 100% white girls. Volle 100%. Ze gedragen hun gewoon als, ik weet het niet. Ze willen gewoon zo erg buitenlands klinken. En waarschijnlijk hebben ze zowel een oma die in Italië woont ofzo. En dan zeggen ze dat ze volledig Italiaans zijn. Maar ze hebben zo de vlag van België in hun Insta-bio staan. En daarnaast die van Italië. Ja, terwijl dat niks te maken heeft met hun. Ze zijn zo wanhopig om buitenlanders te zijn. Ik weet ook niet waarom. Ik weet niet waarom ze denken dat dan wel allemaal... Oké, okay. Kijk, je bent wit. Je bent Belg, je bent wit, gedraag je naar... Ik wil niet zeggen dat Marokkanen altijd agressief zijn, want ik heb zelf fucking veel vrienden en ik dik een fucking hard. Kijk, ga terug met jullie Barbie-poppen spelen. Doe terug jullie gay shit. Ga terug naar Winx Club kijken of zo. Doe wat er bij je leeftijd hoort en word niet zwanger op je 14. Gooi niet deze shit op fucking Facebook. Stop ermee, want dit is de laatste video dat ik hierover ga maken. Snap je, als dit niet zo'n goede views zou opleveren, zou ik het ook niet fucking doen. Wat is gewoon fucking grappig om mensen uit te lachen die deze shit doen. Meer heb ik er ook niet over te zeggen, snap je? Hopelijk duiken er nog veel video's op van deze meisjes die elkaar helemaal de grond in slaan. Hopelijk krijg je nog veel berichten van mensen die zeggen van ewa, wat de kank, tapunja mee. Nee. Mocht jij nog informatie hebben over de Zebbies, vergeet niet te mailen aan dit e-mailadres. Boys staan klaar om die mails te lezen. Dus jongens, bedankt om te kijken naar deze video. Ik moet gaan eten, mijn mama is helemaal aan het trippen dat ik nog hier ben. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga proberen dagelijks te uploaden, maar dat lukt toch niet. Zo, boys. En pas op voor de Zebbies. Ik ben daar. Voila. Wow, uh-oh. Yeah, yeah. Where are you now?
Ik heb tuberculose.